Voorafgaand aan zijn verjaardagsviering hield de oud-bisschop een moment van bezinning. Vandaag is hij 80 jaar geworden en wat hem betreft is dat een moment om terug te kijken op zijn leven. Omdat het punt 1 bijna is afgelopen leven. Mensen, mannen worden in Nederland gemiddeld 80 jaar. Dat komt misschien nog wel een beetje bij. En dat is ook goed dat je daarop voorbereidt, op de hemel en op de toekomst. Maar het leven hier moet ik rekenen dat dat langzaam op zijn einde loopt. Hoewel ik nog heel fit en gezond ben. Als je dan daarover begint na te denken, dan gaat het over je hele leven. Dan denk je, hoe bizar is het eigenlijk, hoe fantastisch ook tegelijkertijd, dat je mag leven. Daar heb je helemaal niets aan gedaan. Je krijgt het leven, totaal. En dat krijg je dan van je ouders natuurlijk. En zoals wij gelovige mensen zeggen, ook van God. De oud-bisschop trok zich de afgelopen jaren terug in het klooster. Ja, dat zijn voor mij mooie jaren geweest. Ik ben ondergekomen bij de zusters onder de bogen. Dat is een religieuze gemeenschap, dat vond ik wel fijn. Omdat ik op een visuele handicap ben, dus geen mis meer kon doen. En niks meer kon lezen eigenlijk. Er is morgen gebed en er is avondgebed en er is een mis iedere dag. Het zijn ook allemaal gelovige mensen natuurlijk om je heen. Dat is fijn. Van de andere kant, de wereld is open gebleven omdat ik een of ander leesapparaat heb. Waardoor dat je toch alles kunt lezen wat er zo verschijnt. En dat zijn natuurlijk, die wereld is natuurlijk niet als een zusterklooster, dat is duidelijk. Hè? Zoals Weerts zelf al aangeeft, een wereld die veranderd is. We leven nu natuurlijk in een geseculariseerde maatschappij, kerkelijk gezien. Dus kerk wordt minder in West-Europa, dat is heel duidelijk, evident. Dat is een secularisatieproces en we hebben dan vaak neiging om te klagen en te jammeren, om ons daar blind op te staren. Maar dat is een onderdeel van een veel groter proces, dat wat helemaal niks met de kerk te maken heeft. Dat is de individualisering sinds de verlichting, die nou ver is doorgedrongen. Zijn mensen natuurlijk veel vrijer geworden in alle opzichten. En die vrijheid genieten ze van, een heleboel mensen. We zijn niet meer slaaf en de vrouwen worden veel ontwikkelder en zijn af van alle mogelijke dwangsituaties. En dat individualisme, dat is zo sterk, ja, dat er sommige mensen langzamerhand zeggen, we kunnen helemaal elkaar niet meer begrijpen. Het heeft helemaal niet met de kerk te maken, heel breed. Er zitten niet voor niks 21 partijen in het parlement, of in iedere gemeenteraad, God weet hoeveel partijen, eenmanspartijen. Omdat iedereen vindt, ik denk, ik meen, ik geloof. Ja, nou, dan moet je lang zoeken voordat je iemand vindt die dat ook vindt. En ik denk dat dat individualiseringsproces langzamerhand ja, aan zijn maximum is gekomen. En dat dat ook dan een einde heeft. Niet dat we weer teruggaan naar vroeger, naar de dwangsituaties, dat moet niet natuurlijk. Maar wel, ja, dat die vrijheid niet ongebreideld is en oneindig. Dat iedereen alleen maar kan zeggen, ik vind, ik denk, ik meen, ik geloof. Als dat zo is, begrijpen we elkaar volgende generaties helemaal niet meer. Ik ben een gelukkig mens, mag ik zeggen. Punt 1, omdat ik überhaupt het leven heb gekregen. Ja, natuurlijk in ieder leven, en dat zullen vele mensen mee kunnen beseffen, zijn ook tegenslagen. En moeilijke dingen, en leed, en verlies van mensen die je dierbaar zijn en zo. Dat is zo. Maar ik denk onder de streep, als ik die mensen die vandaag allemaal in de kerk zaten, en ook die priesters zou vragen, ook mensen die wat depressief zijn of die tegenslagen hebben op dit moment, onder de streep, als ik zou vragen, zou je liever niet geleefd willen hebben? Dan denk ik dat maar heel weinig mensen dat zullen zeggen. Snap je? Zo kostbaar is het leven. Ook al zijn er natuurlijk ook tegenslagen. En voor een stuk wordt een leven ook gevormd doordat je, ja, dat je tegen de stroom op groeit en roeit.